Hallo mensen, welkom terug in Absolute Drift. Vandaag gaan we gewoon verder in de wereld. Volgens mij zitten we in wereld 3 nog steeds. Gaan we gewoon lekker verder om alle missies te voltooien, zodat we natuurlijk weer naar de volgende wereld toe kunnen. En ik ga gewoon rondrijden. En dan zie ik wel waar ik missies vind. Oh. Oh, dat ging nog best wel goed. Nou, ik zie hier nu direct al... jump over de building. Dus dat gaan we dan weer doen, hè? Ik wil even goed recht doorgaan. Zo. Ik zie 7 van 23. 16 missies moeten we doen voordat we door kunnen. Ik zag hier dus van driften. Dat zag ik hier. Drift under the structure. Das Whip. Oké, de nieuwe auto. Een nieuwe auto, dat moeten we gewoon doen. Oh, deze klinkt wel goed. Deze. Ik vond op zich de super al best wel goed klinken. Maar dit klinkt wel echt, echt goed. We moeten hier spinnen. Oh, ik dacht dat ik de andere kant op stond. En hij drift makkelijker dan de super. En dan de original. De original heeft gewoon echt weinig power. Alleen de super heeft bijna te veel power, zeg maar. Die kun je niet echt goed controleren wanneer je uiteindelijk in een drift zit. Nou, hier beneden zag ik niks meer. Dus we gaan gewoon even hier kijken. Oeps, dat was een muur. Ik wil even deze muur. Die plusjes moeten we natuurlijk pakken. Daar moet ik er nog 2 van vinden. Oh, ik had net ook gewoon zo kunnen rijden. Ik zat hier echt op te letten blijkbaar. Laten we even de drift track naar Goya doen. Nee, dit heb ik dus nog nooit gedaan. Verwacht niet dat ik echt goed doe. We zitten natuurlijk wel in Das Whip. Wat we eigenlijk aan denken dat het een Volkswagen of zo is. Maar ook voor Duits. Oh, jammer dat ik naar de muur raakte. Of raakte ik überhaupt wel de muur? Nee, ik raakte zo'n paal. Zoals jullie zien. Ah, ik wou net zeggen, zoals jullie zien. Het gaat echt best wel goed. Met deze auto. Maar toen ging het fout. Dus het was goed dat ik dat nog niet had gezegd. Shit. Nou, ik zit toch op de 100.000. Soms ben ik zo enthousiast bezig in de drift dat ik gewoon het echt helemaal verpest. Nu probeerde ik hem bij de muur weg te houden. Dat lukt ook niet helemaal. Dat het wel is met deze auto heb ik meer. Wanneer het eenmaal fout gaat, gaat het echt fout. Zeg maar op het laagste houden, stuurt hij vrij veel. Dus je kunt niet echt. Op laag zou je de kleine dingetjes verbeteren. Ah, shit. Shit. En nog een keer de muur. Ah.
Waarom moet ik er altijd muren raken? Oh, die was echt nice. Gewoon. Perfect. Zo, puntje van de bocht. Handrem. Ja, nu kom ik er denk ik een beetje achter hoe ik wel handrem moet gebruiken. En wanneer ik dat denk, gaat het weer behoorlijk fout met de drift. En, oh, dubbel de muur. Dit is gewoon echt jammer. Nou, hoe zou ik het dan hebben? Ik denk, lage 35%. Oh, lage 40%. Dat is beter als ik dacht. Oh, en nu ga ik het nog een keer spelen. Dat wil ik niet. Ja. Ik ga dus op zoek naar de volgende missies. En hier is niks. Hier kun je terug naar de original. Daar ben ik volgens mij net langs gereden. Ik ben niet 100% zeker van. Ja, want hier kom je wereld 3. We zijn in wereld 3. Kom je hier binnen. Ja, waar zijn de missies? Er moeten nog 12, dus hier, Donut the Lamp. Oké, wat ik net deed was niet expres, maar het was wel smooth. Dit is een klein gebied, maar het is gewoon in één keer gelukt. En ja, dit moet ik gewoon even in zijn achteruit zetten. Het hoeft eigenlijk niet, maar goed. Drift between the trains. Dat is niet zo heel moeilijk. En ik zag hier weer een ramp. Waar ik blijkbaar iets mee moet doen. Jump over the hill. Oké. Dan heb ik deze ook meteen maar gedaan. Hier kan ik terug naar de super, maar dat wil ik niet. Ik vind deze auto wel fijn. Oh shit, ik drift het toch niet helemaal. Oh, verf. Verf, verf. Nee, lelijk. Zwart, nee. Oranje met camo, nee. Nee. Al ziet het er wel een beetje cool uit, maar... Dat ik wil. Oké, dit ziet er wel cool uit. Dat is wel de bedoeling. Ga ik eerst even dit plusje krijgen. En dan jump really high. Shit, ik probeerde goed terug te landen. Dat ging niet helemaal goed. Maar hier. Beneden is een. Drift Kana. Die doe ik nog niet. Weet je wat? Ik ga de Drift Kana doen als afsluiting voor deze video. Play! Ik heb het nog nooit gedaan. Oké. Shit, dat was niet de bedoeling. En ik moet juist dicht langs die palen. Maar even snelheid. Oh, hier kan ik spinnen. Dat kan ik intussen een soort van.
9000 punten. Mooi. Dat was een muur. Oeps. Verder, yes. Oh, dat geeft 25.000 punten. Oh, shit. Ik zat net zo van niet de muur raken. Ik ga gewoon nog een keer proberen hier een donut te doen. Het lukte een soort van... Oh, die geeft toch maar 1000 punten. Dat is gemeen. Nee, dat telde niet als dicht bij de paal driften. Shit. Oké, ik heb nog maar 14 seconden. Geeft het punten? Ja. Mooi. Oh, 282.460 punten. Hoe goed zal dat zijn? Bovenste top 35%. Oké, dat vind ik best goed. En daarmee sluit ik deze video voor vandaag af. Mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!